Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe aflevering van Ori en de Blind Forest. Het is tijd om weer te gaan spelen. Het is voor mij alweer, wat zal het zijn, een weekje geleden dat ik heb gespeeld. Dus ik moet weer even kijken, ook omdat ik natuurlijk niet super bekend ben met deze game. De vorige aflevering zijn we natuurlijk in dit heftige bos gekomen. We hebben 4 levens, dus dit stukje moet nu niet zo'n probleem zijn. Dat was de vorige keer voor mij namelijk wel. Want deze bitch is fucking sterk. Dat is dus een beetje het probleem. Die bitch is fucking sterk. Oké. Laten we eens kijken. We kunnen hier naartoe. Die knockback van die bitch, die is echt kut. Dus je moet hem echt goed proberen zien te ontwijken en niet eraf springen. Oh, Milan. Oké. Niks aan de hand. Dit gaat vandaag lukken. Ah, zo moeilijk te ontwijken, hè. We hebben nu nog maar 2 levens. Zie je, dat vind ik dus erg lastig aan deze game. Het feit dat die mobs levens droppen is gewoon random, zeg maar. Dus dat maakt het een beetje kut. Hij dropt wel een leven, maar daar kom ik niet bij. Zie je, nu moet ik met 1 leven gaan proberen nog zo'n beest te verslaan. Of niet? Oh. Nou, beter. Nice. Oké, wacht. We kunnen hem hier even droppen, toch? Ja. Oh, kut. Dat was niet de bedoeling. Fuck. Ik wou opslaan. Oké, nu kan ik zou ik op kunnen slaan. Ik heb hem gelegd. Kijk, nu heb ik hier opgeslagen. Vraag me even af wat hier de bedoeling nu is. Ik kan nu wel zo'n ability power doen. Dat doe ik hier. Laten we eens kijken wat dit is. Er is hierboven nog iets. Wacht. Daar kon ik niet doorheen. Oh, oeps. Durf te kijken wat ik moet doen, want ik heb eigenlijk geen idee. Charge lane. Wat is dit? Oké, we laten kijken naar de map, want hier kunnen we niet echt naar rechts, maar dan zouden we terug naar boven moeten.
kan die orb hier laten liggen. Nou, dan zijn we hier weer. Kut. Wacht, waar is die orb? Oh nee, de orb is gone. Hier is de orb. Ik weet niet zo goed waar ik met die orb naartoe moet. Kut. Ah, fuck. Oké, ik doe nu iets goeds, blijkbaar. Kut. Eigenlijk moet ik hier even saven. Kut, nee, dat was niet de bedoeling. Oké, I fucked it up. Kut. Oké. Ik denk dat ik een soort van snappy nu doe nu. Nee, dat meen je. Oké. Oeps. Oké. Oh, ik sprong ernaast. Oké. Ik weet in ieder geval wat ik moet doen. Dan ben ik alweer blij om. Fuckzooi, en ik ben weer vergeten te saven. Ah. Oké, dit gaat lukken. Kut. Wow, ik ben zo stom dat ik elke keer vergeet te saven daar. Dat stukje is ook one hit KO. Dat maakt het ook niet veel makkelijker. Oh, 7 Milan. Ja. Wow, die ging opeens snel. Oké. Gelukkig kan je niet game overgaan. Oh, yo, hoe dan? Wauw.
daar zit ze. Ik denk dat ik die kant wel op moet. Ik ga dat wel even proberen. Kut. Nee. Oké, laat me maar doodgaan. Dan kom ik daarboven weer terecht. Leuk bedacht. Slechte uitvoering. Ja, dat dacht ik al. Oké, nice. Oeh, en dan kan ik er zo komen waarschijnlijk. Kut. Oké, ik leef nog. Nee, ik leef nu nog. Ik kan beter doodgaan nu. Oké. Shoot, nog een keer. Ik kan niet save, maar ik moet daar gewoon echt op letten met waar ik naartoe spring. Maar dat kan ik toch helemaal niet halen? Oh, maar dat kan ik wel halen door... deze hier heel even te droppen, denk ik. Nee, kan ik het ook niet halen. Het is... fuck. Nee, onhaalbaar. Oké, dan weet ik gewoon dat ik daar nog niet kan komen. En dan dat ik gewoon verder kan gaan. Jullie denken ook, we doen elke keer hetzelfde stukje. Maar er zit daarboven zo'n... zo'n skill gebeuren, zeg maar. Die had ik graag willen hebben. Maar jammer dan. We gaan wel gewoon alleen voor het openen van deze. Kut. Okay. Dan hopen dat ik nog een safe stukje krijg zo. Of wacht, is de safe is hier of niet? Nou nee, de safe is daar beneden. Dat heeft geen zin, oké. Okay. Ik dacht dat ik hem hier moest droppen, maar dat is niet zo. Oeh. Er is hier wel zo'n tree. Oh, daar ligt hier iets. Wacht. Oh, deze game.
Ik zou graag hier willen zeven, maar ja, dat gaat niet. Zou dat kunnen? Kut. Kut, nu heb ik het verneukt. Oh, hij ligt hier. Gelukkig. Ik denk dat ik het zie, maar de uitvoering daarvan wordt heel lastig. Ja. Oh, die jump is anders. Dat is kut. Die jump is veel langer als je, zeg maar, die orb niet vast hebt. Ik ben zo gewend aan de handicap van die orb, zeg maar, dat ik niet meer weet hoe het is om te springen zonder orb. Hier, what the fuck? Dat is echt niet normaal. Ik had hem godverdomme bijna. Ik weet wel hoe die moet, dus het is... Dat maakt het ook frustrerender, dat ik wel weet hoe je moet, maar dat het gewoon niet lukt omdat die jump zo kut is. Het is een beetje eigenlijk... net als je Luigi speelt in Mario Platformers, zeg maar. Dat hij een beetje een soort uitglij... fase heeft. En dat had hij nu al. En nu ben ik nog niet eens... Nu ben ik nog niet eens orploos. Dus springen is zo kut. Nog een keer proberen. I don't giving up in. Zo. Kom maar met die orb, ja, dankjewel. Kijk.
Hoppa. The darkness that held claim of this place. Dat is heel fijn. Laten we hier eens gaan kijken. We kunnen naar beneden, maar ik denk zomaar dat dat niet helemaal het idee is. Ik denk dat we naar die tree moeten. You've learned dash. Oeh, RB. Ja. Dat is heel ziek. Wat ook heel ziek is, is dat we een opslaanpunt hebben. Zo. Ah. Got it. Heel ziek. Oké. Okay. Zullen we naar beneden gaan? Even kijken. Oh. Kan ik hier lopen? Ja. Ah, ik ben gehit. Oh, oeps. Oeh, wat is hier? Dat bedoel ik. Oh, dan ben je one kill. Oké, nou dat viel. Dat was nu niet heel erg. Wacht, nu. Moet ik dit opnieuw doen of niet? Ja. Oh, fuck. Ik kan er nu wel opstaan gewoon. Godverdomme, permanent. Alleen zijn die jumps veel moeilijker. Die jumps zijn echt zo heftig, oh mijn god. Weet je wat we doen? We wachten tot de volgende aflevering. Ik wil jullie bedanken voor het kijken van deze aflevering. Vond je het een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog. En dan zie ik je heel graag bij de volgende aflevering van Ori and the Blind Forest. Ik heb nog maar één ding te zeggen. Dat is adios, amigos.